Nou, 15 jaar kinderboerderij. 15 jaar geleden is de kinderboerderij eigenlijk tot stand gekomen door, door de familie van Mensvoort, Janus en Anna. Die dankzij hun bijdrage is de kinderboerderij tot stand gekomen zoals die eigenlijk nou is. Dan willen we in de toekomst willen we dat zeker door blijven willen gaan. We hebben nou de laatste jaren zijn we al flink uitgebreid in grond. Dus we zijn in oppervlakte zijn we gegroeid. Maar we zijn ook gegroeid in gebouwen. Mede dankzij de lokale ondernemer staat het zoals het nu staat. Het belangrijkste eigenlijk voor ook in de toekomst vind ik ook nog steeds het integreren met de samenleving. Een ontmoetingsplaats voor kinderfeestjes, voor fietsgroepen. Het laten zien dat deze mensen met een beperking gewoon een kinderboerderij kunnen runnen zoals in de rest van Nederland. En dat is eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt dat onze cliënt centraal staat zeg maar, voor het runnen van een kinderboerderij. De boerderij is niet precies geworden zoals die maquette eruit zag, maar de plannen die erachter zaten zijn exact zo uitgevoerd. Dus werken op de boerderij, recreëren op de boerderij, een educatieve functie voor de schooljeugd en vooral ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Mensen die op de Leijakken wonen met mensen uit Rijnsberg, Zundert en bij de omgeving. Ik ben Sarina en ik werk al 6 jaar op een boerderij. Wij onderhouden de dieren, de onderhoud, de brasserie. En we doen ook helpen met de kinderfeestjes. En ik heb ontzettend naar mijn zin. En ik hoop dat ik nog lang mag werken hier. Bij een verjaardag, als je 15 wordt, hoort een cadeautje. Het bestuur stelt eigenlijk voor dat alle medewerkers van de brasserie, cliënten en vrijwilligers en van het boerderijterrein, dus iedereen die bij de leien hoeven vertrokken is, volgend jaar gewoon een gezellig dagje uitgaat. Stel ik nu voor dat we met degenen die net de namen van genoemd zijn en jullie allemaal even de kou trotseren, dat we hier naar achteren gaan om het beeld te onthullen. En dan voor de rest wens ik jullie nog een hele fijne middag. De kinderboerderij is te vinden in Rijsbergen. En waar zijn we te vinden, Serine? Op www.laaihoeve.nl. Ja, nou, we zijn ook te volgen op Facebook. Voor alle leuke activiteiten zie je de site. Even kijken, nou, en we zijn op het Amandespad in Rijsberg, de Anne Tichelsbergstraat. Dus ik zou zeggen, tot snel op de kinderboerderij. Tot de volgende keer.